Leertips voor het leren van Engelse woordjes. Hierbij een paar tips, zodat jij de Engelse woordjes zo uit je hoofd leert. Tip 1. Maak flashcards. Op deze kleine gekleurde blaadjes schrijf je een Engels woord of zin aan de ene kant en een Nederlandse vertaling aan de andere kant. Hierdoor kan je jezelf makkelijk overhoren. Tip 2. Verdeel en heers. Honderden woordjes of zinnen kan je niet in één dag leren. Je hersenen kunnen zich namelijk niet uren achter elkaar concentreren. Daarom is het erg belangrijk dat je de stof eerlijk verdeelt over meerdere dagen. Op die manier leer je elke dag een stukje en onthoud je de stof ook veel sneller. 3. Online hulpmiddelen. Er zijn op internet handige sites te vinden die je kunnen helpen met leren. WRTS.nl en woordjesleren.nl zijn twee voorbeelden die al door veel leerlingen gebruikt worden. Je vult je lijst met woorden of zinnen in en kan daarna op verschillende manieren jezelf overhoren. Via de app kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat, geen probleem.